We zijn hier in het infocentrum van TPA. Iedere week op dinsdagmiddag ontvangen wij hier mensen die geïnteresseerd zijn in een opleiding en een baan in de tuinbouw. Deze plant die had zo'n scheut gemaakt. Nou, je kan hierop wachten totdat dat uit gaat groeien, dat duurt te lang. Je kan ook zeggen van ik ga een stuk van die wortel gaan ik stekken. Dit is het groeipunt wat blad en stengel gaat worden. Maar het dikke gedeelte hieronder, dat is wortel. En als je deze deeltjes in de grond legt, dan komt hier een klein scheutje op. Ja? En dan komen worteltjes aan. En dan kan ik van één zo'n dikke wortel, kan ik nog 10 stukjes snijden. Dan heb ik 10 planten. Ik kan ook van een stengel dus stekken. Dan hebben we hier een ficus. Het topje heb ik er al afgehaald. Dat kunnen we straks gebruiken voor een andere vorm van stek. Maar het is ook mogelijk om een stukje stengel, dit noemen we een tussenstek, omdat het met blad is, maar er zijn ook planten waarbij die bladeren eraf vallen. Ja? Als we iets van een plant af willen halen en het niet gebruiken, dan plukken we het eraf, want dan heb ik minder verwonding. En als we het snijden, dan hebben we een mooie wond, waardoor je een snelle hergroei krijgt. Nu hebben we een stukje van een stengel. Als ik dat in de grond steek, dan komt daar van de oogjes er weer van uitlopen en de onderste oogjes wat in de grond zit. Door gebrek aan licht gaan daar geen ogen groeien, maar wortels. Ja? En dan heb ik dus weer een nieuwe plant. Bijvoorbeeld, wij hebben een stukje plant. Ja? In de middel van, wij moeten, hier is een noos, hier is een andere noos, in de middel wij moeten vermeerderen. Want we krijgen 2 planten. Of 3 of 4 of 1. Als ze na die oriëntatieperiode denken van nou dat lijkt me wat, dan kunnen ze zich inschrijven voor een cursus. We hebben 4 cursussen. 1 cursus leidt op tot die van medewerker in een kas, dus een kwekerijmedewerker. Een andere cursus leidt op tot medewerker in de groothandel, dat zijn mensen die op de veiling komen te werken. Een derde leidt op tot laboranten, het zijn meestal dames die in een laboratorium voor weefselkweek aan het werk gaan. En een vierde opleiding is die van boekettenmaakster. De eerste keer ik heb gewerkt met plant, want alle twee een plant en bloemen, ik vind alle twee is leuk. Maar voor de eerste keer ik hier werk in Nederland, dus alles is spannend. Ik kom uit Madagaskar. De cursus gedaan. Ik heb gekozen om plant te werken en bloemen te werken. De mensen ik vind leuk en de werk ik vind niet zo zwaar en geeft voor mij plezier. Vrolijke natuur, want ik kom van land van de natuur. Onze ervaring bij Movri is met de mensen van TPA dat we daar een goed gevoel over hebben. De opleiding is goed. Wij breiden de opleiding nog verder uit door ze praktijkgevoel erbij te geven. We zijn van doelstelling dat we in de toekomst dat gaan uitbreiden. Voor Movri goed, voor de mensen goed. En ik denk voor TPA dat het ook een heel goed verhaal moet kunnen zijn. De karren vol met de producten, bijvoorbeeld bloemen of noem maar wat groene planten. Ik kan gewoon die karren pakken, kijken hoeveel transacties zitten in één kar en dan ga ik gelijk die partijen verdelen. Thank you.
Ja, ik ken de sector heel goed. Want ik ben alle drie maanden hier gewerkt. En ook vroeger bij VBA sinds 1998. Ik ben Larry Meijsseijen, oud Georgië. Ik denk, ik ga in Bloem, die noem je Bloem. Daar is grote palmen en planten. Nou, als cursisten kennis maken met de tuinbouw, dan wordt in eerste instantie het werk aan planten gezien als eenvoudig monotoon werk. Maar als je ze leert kijken op een andere manier, letten op alle factoren die de groei bepalen rond die plant, dan worden ze er enthousiaster voor en dan zien ze ook waarom de ene plant beter en beter betaald wordt, een betere kwaliteit gemaakt wordt als een andere plant. De tuinbouw is bij het kweken van planten is er nog veel handwerk nodig, veel handen nodig, zoals we dat noemen. In principe is het voor iedereen mogelijk om een hoeveelheid handelingen aan te leren waardoor je in die tuinbouw kan werken. Gemiddelde wat erin zit is dat ze allemaal wel interesse hebben voor groene planten, voor tuinbouw. Maar voor de rest is er niets te zeggen over wat ze in hun eigen land gedaan hebben. Alles is mogelijk, over de hele wereld komen ze vandaan. Het zijn vaak vluchtelingen, het zijn mensen die lang werkloos geweest zijn. Als ze klaar zijn met de cursus en met de opleiding en ze werken in de pool, dan zie je dat ze wel meer op elkaar gaan lijken. En dat is namelijk dat ze allemaal toch een beetje, zeg maar, de liefde voor het vak hebben opgepikt. Ik ben geboren in India, New Delhi. Alleen dit één bloem nodig, niet met planten. Mensen willen ook die bloem. Alleen één bloem is belangrijk. En die planten ook is de diep gestolen die energie van die bloemen. Ik kom uit Eritrea en ik woonde in een klein dorp. En wegens die burgeroorlog in mijn land ben ik naar Nederland toegekomen. Dat was in 1990. Het leuk van rozen is afwisselend. Je doet niet alleen maar één werk de hele dag. Je ochtends snijden en na 9 uur plauzen en dan sorteren bij de machine. Als mensen die opleiding hebben afgerond, dan krijgen ze van ons een certificaat. En wij garanderen dan, als je die opleiding met goed gevolg hebt gedaan, een baan. Wij zorgen ervoor dat mensen aan het werk kunnen. Dat is standaard een jaar. Mensen gaan een jaar via TPA werken, op een zogeheten werkervaringsplaats. En daarna volgt eigenlijk vrijwel altijd een vast contract, een reguliere baan. Meestal bij de werkgever waar de mensen op dat moment aan het werk zijn. Ik raad de mensen die geen baan hebben, dan kunnen gewoon terecht bij TPA komen voor die korte opleiding. En daarna kunnen we gewoon een garantiebaan te krijgen. En dan ben je beginnen hier werken, direct, snel. TPA, opleiding. Ik houd bloemen en planten. En binnenkort, ik ga werken in kwekerij. Ik ben blij. Yeah.